Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Helder namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst natuurlijk ook van mijn kant waardering voor de initiatiefnemers. Ik weet uit eigen ervaring dat het veel werk is om een initiatiefwetsvoorstel handen en voeten te gaan geven. En vandaag hebben we het over het initiatiefwetsvoorstel van de collega's Kuiken, Van Torenburg, Van Wijngaarden, Van der Staaij en Van der Graaf. Zij zijn van mening, voorzitter, dat de huidige wetgeving om tot een verbod van organisaties te komen om twee redenen moet worden aangevuld. Ten eerste, op dit moment duurt het lang, te lang, voordat een rechtspersoon daadwerkelijk verboden is en de voortzetting van de werkzaamheden strafbaar is op grond van artikel 140 strafrecht. En ten tweede, de wet zou regels moeten bevatten voor het toerekenen van gedragingen van leden aan dergelijke organisaties, zodat een verbod makkelijker kan worden opgelegd. De wenselijkheid om het proces tot een verbod te versnellen blijkt vooral wanneer het noodzakelijk is om op te treden tegen de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs, de OMG's. En voorzitter, daarom richt dit wetsvoorstel zich met name op die organisaties. Maar voorzitter, de titel luidt toch wel anders. De titel heeft het over organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden. En dan ga je kijken, hoe wordt dat nader omschreven? Dan kijk je naar het begrip organisaties. Dat zijn rechtspersonen, lichamen of samenwerkingsverbanden. En dan ga je kijken wat wordt er bedoeld met een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden. Maar dan wordt er eigenlijk verwezen naar artikel 3. Eigenlijk zijn al deze organisaties verboden, behalve als ze zijn uitgezonderd in artikel 3. Maar voorzitter, zo kun je natuurlijk niet de grondwet opzij zetten, want dat is eigenlijk voor een deel wel wat hier gebeurt. In onze grondwet staat de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Dat zijn twee hele belangrijke grondrechten. Die mogen ingeperkt worden bij wet, dat is wat initiatiefnemers ook doen, bij wet, maar in het belang van de openbare orde. En ook dat is niet nader omschreven in het initiatiefwetsvoorstel. Dus voorzitter, als dat allemaal zo eigenlijk het is, allemaal valt het eronder, behalve als het in artikel 3 is uitgezonderd. Zo kun je, wat mij betreft, toch niet omgaan met toch weer de grondwet. Want voorzitter, maar laat er geen misverstand over bestaan. Mijn fractie deelt wel de wens van initiatiefnemers om zo snel en zo hard mogelijk te kunnen optreden tegen ondermijnende organisaties. Maar dan moet je natuurlijk wel kijken waar gaat het mis en waar kan je de verbetering gaan doorvoeren. Maar dan komen zij met een verbod door de minister, het bestuurlijke verbod. Dat gaat meteen in, dat begrijp ik dan nog wel. Maar voorzitter, zou het helpen? Dat denk ik weer niet. Want de reden is dat artikel 140 strafrecht een onherroepelijk vonnis vereist voordat deelname of verdere deelname aan een verboden organisatie strafbaar is voor die natuurlijke personen. Je kan hem dus niet aanpakken als er een bestuurlijk verbod ligt, omdat dit verbod juridisch nog onvoldoende is om het strafrecht in stelling te kunnen brengen. Of, want ik vind het niet helemaal duidelijk, het kan ook zo zijn dat initiatiefnemers bedoelen dat artikel 11 van hun initiatiefwetsvoorstel dat opzij zet. Dat ze zeggen, een bestuurlijk verbod van de minister, als je de opsomming bekijkt, dan komt dat eigenlijk voor een verbod van de rechter. Dus een onherroepelijk vonnis van de rechter. Maar een bestuursrechter toetst heel anders. Die toetst marginaal. Of het bestuursorgaan, in dit geval de minister, tot een dergelijk besluit heeft kunnen komen. Maar ja, voorzitter, ministers zitten er in de regel een jaartje of vier. Dan zit er weer een ander. Dus dan komt er ook een heel groot begrip om de hoek kijken. Waar blijft de rechtszekerheid? Want je moet natuurlijk ongeveer wel een beetje weten wanneer iets aan jou wordt toegerekend. Kijk, zoals het hier wordt omschreven, die gasten met die leren hesjes, dat begrijpen we allemaal wel. Dat wil mijn fractie ook. Maar mijn fractie ziet dan veel meer in het voorstel van de colleges van procureur-generaal om onherroepelijk uit dat artikel 140 van het wetboek van strafrecht te halen. Want in dat artikel wordt wel degelijk omschreven wat strafbaar is, welke gedraging, namelijk misdrijven. Die staan in het wetboek van strafrecht. En wat moet er zijn voor te kunnen worden toegerekend? Het oogmerk om die misdrijven te plegen. Dat is lastig, maar niet onmogelijk. Dat is gelukkig vaak ook gebleken.
En natuurlijk moet het sneller, moet het beter, maar mijn fractie ziet dan veel meer in meer geld voor politie, het Openbaar Ministerie en ook veel meer bevoegdheden. En in dat kader vraag ik dan ook eigenlijk over de hoofden van initiatiefnemers aan de minister, waar blijven alle beloofde wetsvoorstellen, waar ook initiatiefnemers terecht vaak om vragen. Privacy versus het kunnen uitruilen van informaties door gemeenten en dergelijke om de ondermijning en daarmee ook deze organisaties eens een keer een halt te kunnen toeroepen. Voorzitter, last but not least, de wetsgeschiedenis leert dat een dergelijk verbod al vaker is geprobeerd. Voor de laatste keer in de jaren 80 van de vorige eeuw om politieke partijen te verbieden. En daar zit dus natuurlijk ook het gevaar van mijn fractie. Ondanks dat politieke partijen worden uitgesloten van het wetsvoorstel. Opeenvolgende ministers proberen heden ten dagen nog steeds mijn fractievoorzitter op het politieke zijspoor te zetten door middel van een strafproces. Met een bestuurlijk verbod dat door een minister mag worden uitgevaardigd, zou dat niets meer of minder dan politieke zelfmoord zijn. Ja, voorzitter, ik kan nog alleen maar tot één conclusie komen. Dat gehoord al het voorgaande, zal mijn fractie dan ook niet voor het wetsvoorstel stemmen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Helder. Dat was ook helder, inderdaad. Een beetje flauwe opmerking, maar goed.